Dag dames en heren, ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week met u door. En vandaag doen we dat vanuit KOM, het geheel vernieuwde museum voor communicatie hier in Den Haag. Ze hebben een lange verbouwing achter de rug en dat gaat nu weer open voor het publiek en ze zijn helemaal klaar voor de toekomst. Wat hebben we vandaag allemaal in onze uitzending? Duurzame school met groen schoolplein in Scheveningen. Dank u, dank u. Welkom op het volle leven. Kijk hoe mooi het is. Ik vind het gewoon echt, hoe ze dit in een anderhalf jaar hebben gedaan, is wel echt een applausje waard. Maar dat zal me echt nooit spijten. Haagse Samantha Steenwijk gaat door in The Voice. Ik denk ja, voor hetzelfde geld sta ik daar en dan zegt ze, joh, je bent leuk voor Café de Hatzenvlats, maar niet voor hier. Daar was ik wel heel erg bang voor, ja. En de Fransoos uit Leiden wordt geridderd door een bijzonder kaasschilder. En voor mij is een erkenning en een heer voor mijn vakmanschap die ik dagelijks uitoefen. Welkom bij het TV West Weekoverzicht. Als je eenmaal begint met werken, kom je erachter dat je op school eigenlijk niet zo heel veel geleerd hebt. Het echte leren begint pas op je werk. En bijleren blijf je natuurlijk altijd doen. Tijdens de Horeca Onderwijs Tweedaagse nemen docenten van ROC Mondriaan een kijkje in de keuken van het chic hotel Des Andes. En andersom. Youssef heeft 25 jaar horecaervaring en staat alweer bijna 10 jaar voor de klas. Dus is het goed om weer eens mee te lopen in een tophotel als Des Andes. Het paard met de koets kon dus hier een rondje draaien, dus achter de marmeren palen. Wat voor ons als docenten belangrijk is, is dat we nu bij Meike dus meelopen om te zien wat is er veranderd in de afgelopen jaren. Wat verwacht een bedrijf van ons als school? Het zijn een aantal gasten die we hebben mogen ontvangen. Want ook dat luxe Des Andes heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Het mag wat losjes, het mag wat leuker zijn dan wat ik dus eigenlijk in gedacht had bij zo'n hotel. Nou, dit is onze keuken. Het gaat niet om het tafelkleed, maar om de mens. Natuurlijk alle gerechten gemaakt voor zowel de lounge als de fine dining restaurant. We kunnen hier alles leren, maar je moet echt die persoonlijkheid hebben die bij dit hotel past. Doordat wij een kijkje in de keuken nemen bij onderwijs en het onderwijs een kijkje in de keuken neemt bij ons, krijg je een grotere mate van kwaliteit en een hogere gastvrijheid. Vooral kijken van wat gebeurt er in het bedrijfsleven, wat voor nieuwe dingen leer ik daar, nieuwe trends en wat kan ik weer meenemen in ons eigen onderwijs. Omgekeerd komt Meike vandaag bij Youssef op het ROC langs voor een workshop over sociale hygiëne. Hoe ga je om met je klanten? Mijn naam is Youssef Salmi, ik ben docent hier op het ROC Mondriaan. Ik heb zelf 25 jaar rond mogen lopen in de horeca. En uiteindelijk op mijn 40ste de omschakeling naar het onderwijs gemaakt. Dankjewel, zien elkaar weer. Als je het leuk vond. En dan, ja, zeker. En dan kan je er wat mee kan doen, hè? Ja. Met onze studenten die bij jullie dus. Zeker, gaan we doen. We houden contact. Dankjewel. Dankjewel. Delft heeft grootse plannen met Museum Prinshof en de directe omgeving. Het gebied rondom de Prinshof zou de nieuwe entree van de stad moeten worden. En ook het museum zelf zou grondig gemoderniseerd moeten worden. Wie aan het Prinshof denkt, denkt aan de moord daar op Willem van Oranje. Maar het museum is veel meer dan dat. En moet in de toekomst een museum van internationale allure worden. En daarvoor moet het museum worden gemoderniseerd. Er komt een nieuwe entree in de Prinsentuin. En ook aan de Oude Delft gaan we een aantal dingen creëren. Er komt een grote foyer op de eerste verdieping. Die en zorgt voor meer ruimte en meer routing. Dus meer toegankelijkheid in het museum. En er ook voor zorgt dat we onze zichtbaarheid aan de Oude Delft vergroten. Ook worden de toiletten en garderobe vernieuwd. Komt er een museumcafé. En wordt het pand rolstoelvriendelijk gemaakt. Daarnaast zullen er ook meer expositieruimtes komen. We staan hier in de Waalse Kerk. Die maakt onderdeel uit van het museumcomplex. We willen hier graag in de toekomst een bijzondere Delfsblauw opstelling maken. Een stellage waarmee we ook de hoogte ingaan. En waarmee we deze bijzondere ruimte op een nieuwe manier invulling geven. De gemeente hoopt met een vernieuwd Prinshof meer bezoekers naar de stad te trekken. Ja, de ambitie is inderdaad dat we ook met deze investering meer bezoekers gaan trekken. We willen toegroeien naar zo'n 120.000 bezoekers per jaar. En dat is natuurlijk ook goed voor de lokale economie, want iedere bezoeker aan het museum geeft, blijkt uit onderzoek, zo'n 40 euro nog extra uit in de stad. Dus daar zullen onze ondernemers in de stad ook ontzettend blij mee zijn. Maar er zijn meer ambities. Het Prinshof zou een nieuwe ingang naar de stad moeten worden.
We staan hier in het nieuwe spoorzonnegebied, dat natuurlijk op een hele mooie manier de verbinding vormt met het oude museum Prinsenhof. Hier aan het Agathaplein. U ziet dat er nu vooral nog heel veel voetgangers en fietsers op het plein verblijven. We hebben plannen om hier de Prinsentuin, die al heel veel groen in zich heeft, beter te verbinden met het Agathaplein, dat nu vooral veel bestaat uit steen. Zodat hier eigenlijk een heel bruisende plek ontstaat, met terrasjes, met activiteiten, waardoor we hopen dat mensen hier langer zullen verblijven. Feest voor de leerlingen van basisschool Het Volle Leven op Scheveningen. Voor het eerst krijgen ze namelijk les in hun gloednieuwe schoolgebouw. En natuurlijk is dat een duurzaam gebouw met een bijzonder schoolplein. Het schoolplein is namelijk groen en de ouders hebben daarvoor zelf ruim 100.000 euro ingezameld. Dank u, dank u. Welkom op Het Volle Leven. Er is toch zoiets moois gebouwd in Den Haag. Een nieuwe school voor het volle leven. Niet normaal. Ik wist er eigenlijk nog helemaal niks over. Zo, toen kwam ik hier, toen dacht ik echt, boem. Kijk heel, hoe mooi het is. Ik vind het gewoon echt, hoe ze dit in een anderhalf jaar hebben gedaan, is wel echt een applausje waard. Ik sta hier verbaasd van zo groot. En ik heb nog nooit zo'n grote school gezien en zo. Ja, eindelijk hebben we de sleutel voordat het begint te regenen. Welkom in ons nieuwe paleis. Ja, het eindelijk af. Eindelijk af. Ja, we zijn er heel blij mee. Duurzame school en een duurzaam schoolplein. Klopt. Heel veel zonnepanelen, bamboe, mooi schoolplein, alles. De ouders hebben veel meegeholpen aan de nieuwe school en vooral het schoolplein. Hoort u daar ook bij? Wij zijn hier pas een jaar, dus wij hebben eigenlijk een klein beetje de boot gemist. Heeft u meegeholpen geld inzamelen? Ja, dat heb ik een keer geld gestort aan de eigen rekening van de, zeg maar, van de school. Zonder ouders was dit ons niet gelukt. Dus... Want die hebben een ton bij elkaar verzameld? Ja, nog meer zelfs. Anders hadden we alleen maar tegels hier. Nou ja, en nu zie je een schoolplein waar kinderen echt heel actief kunnen zijn, kunnen ontdekken, kunnen sporten en zo groen mogelijk. U valt wel met de neus in de boter. Ja, met onze, wij zeggen in België met onze billen in de boter. Vind jij naar school gaan nou leuk? Nu wel, denk ik. Nu wel. Nu vind ik het een stuk leuker. De Haagse zangeres Samantha Steenwijk is nu al de sensatie van The Voice of Holland. Sinds ze voor ruim 2 miljoen kijkers Ik leef mijn eigen leven van André Hazes zong, is ze in een soort achtbaan terechtgekomen. Het nummer stond zelfs even op nummer 1 in de iTunes hitlijst. Ik sluit mijn ogen en ik na, en alles gaat dan door me heen, dan zie ik heel mijn leven. Leuk. De Haagse zangeres Anouk was de eerste die draaide voor Samantha tijdens haar auditie in de populaire talentenjacht. Samantha koos uiteindelijk ook voor de Haagse als coach en sindsdien beleeft ze bizarre dagen. Nou, je durft het gewoon niet te dromen dat het zo afloopt, want het had twee kanten opgekund. Of dit was het, of het had helemaal de andere kant, helemaal fout gegaan. Want je zingt gewoon volksmuziek en dat is nog nooit gebeurd in The Voice. Sterker nog, er heeft nog nooit een Hazesliedje in The Voice gezeten. Ja. Ik had niet durven dromen dat het zo zou gaan. Ja, dit was wel het beste scenario, inderdaad. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en de vrienden om me heen. Er waren altijd... Uiteindelijk draaien alle vier de coaches voor Samantha. Maar onder de vleugels van Anouk gaat ze nu door naar de volgende ronde. Alleen dat lag niet voor de hand. Je mag gerust weten dat ik... Het laatste wat mij tegenhield om mee te doen aan The Voice was eigenlijk Anouk. En ik vind haar een wereldwijf, echt waar, oprecht. Ik hou inderdaad van haar eerlijkheid en haar humor ook. Maar weet je, ik denk, ja, voor hetzelfde geld sta ik daar. En dan zegt ze, joh, je bent leuk voor Café de Hatzenflats, maar niet voor hier. Daar was ik wel heel erg bang voor, ja. Maar ja, op een gegeven moment zie je dat zij als eerste draait. En we keken elkaar aan en toen kregen we allebei een glimlach eventjes op ons gezicht. Dat weet ik nog. En... Dat zat gelijk goed. Dat gevoel gaf ze mij in ieder geval. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet. Het is weer eens wat anders. Geen bekeuring, maar taart van de politie. Want er is wat te vieren. Het Haagse bureau De Hoefkade wint namelijk een prijs voor hun project De Culturele Wasstraat.
En daarin worden nieuwe agenten verplicht kennis te maken met de buurt waarin ze gaan werken. Zoals bijvoorbeeld de Schilderswijk of Transvaal. Het moet zorgen voor een betere relatie tussen de buurt en de politie en voor meer onderling begrip. Ik ben hartstikke trots. En daarom brengt de geestelijk vader van het project, Jan Kok, vandaag persoonlijk taart rond. Hij gaat langs bij de buurthuizen, moskeeën en scholen waar het project mee samenwerkt. Heel veel dank in ieder geval en dat we de samenwerking nog maar voor kunnen zetten. Zoals hier, op het Johan de Witt College. Daar kunnen agenten meelopen met docenten. Ze hebben de leerlingen leren kennen en op die manier, op een andere manier, als er op een gegeven moment wat is, kunnen ze ook met leerlingen omgaan. En zo moeten politie en buurt een beetje begrip krijgen voor elkaar. De rellen van 2015 zijn een dieptepunt in de relatie. En onder een groep jongeren is nog steeds wantrouwen tegen de politie. Sommigen ervaren dat zij er steeds meer worden uitgepikt voor een controle. Maar de culturele wasstraat moet dat verbeteren. Jullie zijn toch de politie? Jullie moeten toch gewoon handhaven? Ik bedoel, orde en veiligheid. Mensen moeten zich aan de wet houden. Daarvoor zijn jullie toch? Ja, inderdaad. En daar zijn we ook voor. En dat is echt prio 1. Aan de andere kant, ik noem dat altijd maar het waakzame. Dat hebben we goed in onze vingers. Daar kunnen we ook heel erg goed het handhaven. Blijven we ook doen. Maar het dienstbare, dat mag ook wel een klein beetje worden benadrukt. En daar zijn we dan nu druk mee bezig. En die aanpak klinkt misschien voor sommigen wat soft, maar dat is zeker niet zo, zegt Jan. We werken hier in een vrij moeilijke wijk. En dat zal iedereen beamen die hier werkt. Ongeacht alle problemen die er zijn. En dat moeten we ook af en toe op een hele creatieve manier kunnen oplossen. En als we dat kunnen met thee drinken kunnen doen, dan moeten we dat vooral doen. En lukt dat niet, dan worden ze op linie gezet en dan doen we het op een andere manier. En welke goed voor jullie? Kijk eens. En deze aan jou. De volgende stop is het buurthuis. Daar zijn er de felicitaties voor de agenten die taart komen brengen. Ook hier goede ervaringen met de ontmoetingen tussen buurt en politie. Jan gaat door om de volgende taarten af te leveren. Hij hoopt dat het project ook buiten Den Haag zal worden opgepikt. Aan hem zal het in ieder geval niet liggen. Door zijn aderen stroomt geen bloed, maar gesmolten kaas. Tenminste, dat zegt hij zelf. Kaaskenner Ed Schavanak uit Alphen aan de Rijn kan over 1500 verschillende soorten kaas wel iets vertellen. En daarom is hij afgelopen weekend toegetreden tot een wel heel bijzonder kaasgilde waar nog geen 100 mensen lid van zijn. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tomomar de raisin, uit de Savoie, fantastische kaas. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain. Hoe ver gaat jouw passie voor kaas? Dag en nacht. Ik ben altijd mee bezig. Geen één dag zonder kaas. De wieg van Ed Schavanak, in Leiden ook wel bekend als de Françoise, stond in het land van de kaas. Hier kom ik vandaan. 12 uur rijden. Hij verhuist voor de liefde naar Alphen aan de Rijn en opent 6 jaar geleden een winkel in de Douzastraat in Leiden. Zijn passie voor kaas begint op de familieboerderij. Het is fantastisch dat een koe geeft melk en wat de eindresultaat is. Hoe ambachtelijk kan je een kaas maken? En die passie zorgt ervoor dat Ed mag toetreden tot La Guilde des Maîtres Fromagers aux Pays-Bas. Een select gezelschap van mensen met een bijzondere kennis van kaas. Er wordt gevraagd van je dat je je gaat goed verzorgen voor de buitenlandse kaas. Ambassadeur word je in Nederland. Hier word ik ook officieel geridderd met de staaf. Wat betekent dit voor je? En voor mij is een erkenning en een heer voor mijn vakmanschap die ik dagelijks uitoefen. Maar Ed heeft ook een missie. Het moet doorgezet worden. Dit soort winkels moet gewoon later, over 10 jaar of 15 jaar, 20 jaar, ik hoop dat ze nog bestaan. En daarom draagt Ed zijn kennis graag over aan de nieuwe generatie. Sinds kort kun je in Leiden een wel heel bijzondere stadswandeling maken. De archeologen van de oudheidsfabriek nemen je namelijk mee onder de stad. En met de rondleiding door de oude kelders van de stad vertellen ze dan het verhaal van Leiden. Ja, en wie staat er nou bij stil dat als je over straat loopt, dat je dan eigenlijk over de verborgen geschiedenis heen loopt? De rondleiding begint vandaag op de Breestraat bij Grand Café van de Leur. Het statige pand blijkt een middeleeuwse kelder te hebben. De primaire functie van zo'n kelder is vaak gewoon opslagplek. Hier werd het voedsel bewaard. Het is een beetje de koelkast van de middeleeuwen. Opvallend is dat er veel kelders rond de Breestraat te vinden zijn.
Omdat dit zo hoog ligt, is dit eigenlijk de enige plek in Leiden waar je een kelder kan graven zonder dat je gelijk in het grondwater zit. En vandaar ook dat we op de Breestraat eigenlijk de oudste kelders ook vinden. Dus daar zitten we eigenlijk tot in de 13e eeuw dat we de sporen van terugvinden. Zoals bijvoorbeeld deze zeiltjes in de kelder van boekhandel van Stokkum. Dit is de oudste kelder van Leiden uit de 13e eeuw, misschien wel begin 13e eeuw. En het is heel bijzonder dat er toen al zo'n mooie stenen grote kelder werd gebouwd. Want baksteen was toen helemaal niet veel voorkomend. En dat betekent dat hier is eigenlijk best wel een belangrijke meneer en mevrouw hebben gewoond. En via het eeuwenoude trapje gaat de keldertocht weer verder naar een kelder aan de overkant. Tot nu toe is de nieuwe stadswandeling een schot in de roos. We merken eigenlijk dat we bijna geen toeristen mee krijgen, maar alleen maar Leidenaren zelf. Want ze vinden het hartstikke leuk om over de geschiedenis van de stad te leren. En je leert mensen een beetje wat meer verbonden te zijn met hun eigen stad. Want als je mensen vertelt over de geschiedenis van de plek waar ze zijn opgegroeid, dan krijgen ze toch een beetje een soort trots gevoel van ik ben blij dat ik in Leiden woon, want het heeft zo'n rijke geschiedenis. En wie Leiden ook eens ondergronds wil bekijken, kan zich tegen betaling van €7,50 online aanmelden bij de Oudheidsfabriek. 14 uur in een vliegtuig voor een misverkiezing. Nou, Carmen Vollebrecht uit Pijnakker, die heeft het er allemaal voor over. Donderdag stapt ze op het vliegtuig naar Singapore voor de Miss Top of the World Plus Size verkiezing. Ze is pas 1,5 jaar model en mag nu al meedoen aan een misverkiezing. Via haar werk als kapster is Carmen het modellenwereldje voor plus-size modellen ingerold. Er kwamen steeds meer fotografen eigenlijk die mijn foto's leuk begonnen te vinden. En toen kwam er eigenlijk een scout langs op internet die mij zowel zag zitten zeg maar als plus-size miss. En vandaar dat ik zo ingerold ben. Miss Top of the World is een van de weinige internationale misverkiezingen die ook een competitie heeft voor modellen met een maatje meer. Volgens Carmen is het goed dat er steeds meer plus-size verkiezingen komen. Plus-size werk en plus-size modellen staat nu steeds meer centraal in de modewereld. Het is echt een beetje een hype aan het worden. En ik vind dat eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Omdat je dan een veel breder segment gaat krijgen in de modebranche. Dat ook mensen die een maatje meer hebben, meer keuze hebben en ook er heel erg modieus uit mogen zien. Zonder dat ze zelf achter een naaimachine hoeven te gaan zitten. Carmen presenteert zichzelf in Singapore als Nederlands afgevaardigde voor de Benelux. En dat is een hele eer. Maar ze is niet het enige Nederlandse model dat meedoet aan de misverkiezing. Er zijn nog twee Nederlandse modellen die meedoen. Miss Nederland en Miss Suriname. En met z'n drieën zijn we ook al een keertje op de foto geweest. En ja, we kunnen het eigenlijk ook heel goed vinden met elkaar. En daar zullen we elkaar ook weer steunen. Jarenlang is Martijn de Roek het gezicht van de vogelshow in Avifauna in Alphen aan de Rijn. Maar Martijn gooit het over een andere boeg. Hij kiest voor een baan in de ICT. En nog één keer mag hij schitteren tijdens een speciale afscheidsshow. Voor de allerlaatste keer maakt Martijn zich op voor zijn vogeldemonstratie. Dit had je niet aanzien komen. Al zijn het zijn collega's die de touwtjes in handen hebben. Ja, kijk maar voorzichtig om je heen. Er zitten toch wel wat mensen uit met die. Na bijna 10 jaar tussen de vogels vindt Martijn het wel welletjes en verlaat hij Avifauna. Maar wel met een goed gevoel. Als je dan ziet hoe die vogels vliegen, dan denk je van ja, dat hebben we toch wel goed voor elkaar gekregen in de 10 jaar dat we hier zitten nu op dit moment. Dus daar ben ik trots op. Martijn moet nog wel even aan de bak, want voor het publiek is het de laatste show van het seizoen. Al zijn zo'n stukje voedsel van je, let nou eens goed op, want dan brengen ze die 9 van 10 keer naar hun snavel toe en ze eten het ook gelijk op. Elke dag is voor mij een bijzonder moment geweest om hier te staan en hier te zijn. Daar is die. En dan klappen 9 van 10 keer van de mensen, klappen dan ook gelijk daarna. Ja. Ik ga het werk hartstikke missen, dat weet ik nu al. Dus ik zal ongetwijfeld de aankomende periode wel denken van ik heb nou echt de grootste fout gemaakt van mijn hele leven. Toch is het uiteindelijke afscheid onvermijdelijk. Het is toch mooi om daar te zijn eigenlijk. Schitterende beesten. Het is even zwaar, maar komt wel goed, denk ik. Je komt hier wel goed, denk ik. Zeker weten. Ja, en dan gaat het opeens hard met de herfst. Er zit bijna geen blaadje meer aan de boom. En de eerste herfststorm, die hebben we ook alweer voor de kiezer gehad.
Maar ja, een beetje storm houdt onze weerfotografen echt niet binnen hoor. Ja, en de winnende foto van deze week is gemaakt door Lisbeth Rijsdijk. Zij ontvangt haar weerfoto op Canvas. Wilt u nou ook een keer winnen? Doe dan mee. Stuur uw weerfoto naar weer@omroepwest.nl. En dat was het weer voor deze week. Volgende week zaterdag weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. De actuele nieuws kunt u blijven volgen natuurlijk via onze website omroepwest.nl, Facebook, Twitter, de app en natuurlijk ook bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een mooi weekend.